Heb je nog wat gewonnen daar, Jan, ook eigenlijk? In de woestijn. Ja, in die woestijn. De finale verloren. Hij heeft één keer een kameel gelikt. Maar je hebt de finale nog wel een keer gehaald. Ja. Tegen? God, dat weet ik helemaal. Kwamen er mensen kijken, Jan? Nee, helemaal niet. Finale was niemand? Niemand. Nee, dat was misschien 500 man, denk ik. Voor een finale? Voor een finale, ja. En je verdient daar? Ah, ik ging daar voor mijn plezier naartoe. Ja. Ja. Dus, ik ben niet zoals jullie, die hier zitten aan die tafel dat je elke maand die scheppen. Nee, je gaat daar voor je plezier naartoe. Ja, tuurlijk. Ja, en dan had je die plastic zak bij altijd. Je verdiende echt wel aardige centjes. Wat dan? Waar heb je het over dan? Wat verdien jij, joh? Nou, dat staat overal. Dat heeft René en Johan overal geroepen. Vorige keer nog weer bij Pauw hebben ze dat zitten roepen. Serieus? Ja. Nou, hij verdiende wel veel geld. En had je ook een tankpas? Nee. Had je ook een tankpas? Nee. Een tankpas? Ik heb, dat zweer ik, daar 3 uur over zitten discussiëren. Over die tankpas? Hij zegt, ja, maar ik moet een kaart hebben om... Voor te tanken? Geen rotte bal. Wat die man zei, kost me 1 euro. Goed, ja, ongeveer. Goed, dat was $5 pleur in die tankpas. Dat was echt niet normaal. Ja, lekker. Dat gewoon in die juke. Wie is die chefkok die daar naast jou zit? Ah, dat is Farouk. Oh, die. Ja. Nee, je was wel internationaal, maat. Ja? Maar heet die Vaadoek? Farouk. Oh, ik verstond het verkeerd. Ik wou zeggen, die Vaadoek heeft hij nou om zijn kop. Dat werkt niet te geloven. Ja, nee, zeg niet te geloven. Dat is een wereldgozer, jongen, Farouk. Ja. En die betaalde jou? Nee, 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 dat was 11 leden. Die gozer, weet ik veel, een Egyptenaar betaalde mij. Die kende er niet. En die kreeg ik. Ik zei alleen maar dankjewel. Hij was om het doel niet, dus maar... En heb jij je ook nog bezig gehouden met de misstanden in het land, Jan? Ja, ja, ja. Maar het liep toen als een trein. Maar speelde je dan ook nog verschillende systemen? Dat ze konden omschakelen? Als ze dan 4-4-2 liep niet, dat ze naar 4-3-3 plan konden? Plan B. Zo. Ja, hadden ze ook een plan B en zo? Nee, gewoon... Dat was zo triest, hè? Gelijk vastspijkeren en schiet ze maar binnen. Met die Preudon toen tegen Vitesse 2. Dat die met 8-1 verloor daar, ja. Met dat elftal. Ja. Dat is wel triest, man. Ja. Nee, maar dat is... nee, maar, dat is, maar het wordt nou wel... daar in die landen weet ze wel wat ze betalen tegenwoordig. Ja. Nou, hoe bedoel je? Dat het niet meer zo abnormaal buiten de toppers, weet je. Maar je kende al die spelers ook gewoon uit je hoofd dan, die daar op het veld stonden? Ja, dat was niet zo moeilijk. Nee? Nee. Je had 50% die heette Ali en een ander 50% heette Mohamed. Ja. Dus dat was niet zo moeilijk. Ja. Dus dat was echt niet zo moeilijk, nee. Dus je vond het eigenlijk in België moeilijker dan daar, als je het zo kon vertellen. Jan, hij zit te lullen naar dat filmpje. Ik ben een mannetje zo. Nee, maar ja. Co is ook wel wat gematigder geworden. Ja, vind het leven heeft hem ook wat wijzer gemaakt. En kijk, als je daar in die woestijn zo'n zak geld ophaalt, dan kun je ook wat anders in het leven staan. Zie je, hij lachen, hij heeft 3 van die zakken geld. Is dat zo, joh? Nou, dat is niet slecht. De belasting valt daar volgens mij ook mee. Ja, wat heb je de vriend daar aan? Geen centbelasting betaling. Nee, helemaal niks. Ja, dat lijkt me meegenomen. Dus je gaat gewoon naar zo'n sjeik toe, je haalt zo'n zak op, je gaat weg. Nou, ik zou je vertellen, ik was daar. Ik was er op de kantoor bij die gozer. En op een bepaald moment dus, was op mijn contract en er stond zo de gozer. Hij zegt, als ik je wat te zeggen heb, zo stond hij, dan zeg ik dat tegen je. Ik zeg, ja, dat is goed, hè. Zeg, wat is dat nou? En ik pak zijn hand. Ik zeg, maar als ik wat te zeggen heb, dan zeg ik dat ook tegen je. En dan waren die minister van sport, alles, ja. Die werd helemaal wit. Die dacht, ja, want die mag die sheik mag in principe helemaal niet aanraken. Nee, doe het even met hem. He? Doe het even met hem. Nee, maar die mag in principe niet. Maar dan gaat dat geld gaan in een machientje. Niet te geloven, dat gaat in een machientje en dan hoor je. Dat is een casino. Ja, dat is niet te geloven. Ik zeg, kan u leren dat ik maar. Ja. En hoop, zo met zo. Van de zak van Albert Heijn, waar je ging weg, zo. Ja. En dan kom je aan de douane. Hoe kom je aan dat geld? Ja, ik heb dat van die meneer gehad. Alles goed. Maar gaat dan maar door. Ja, dat was schitterend, joh. Ja, ja, ik ken dat nog van Veendam. Maar dan, en dan neem je het ergens, waar neem je het mee naartoe dan? Nou, dan gooi ik het op de vuilnishoop. Nee, maar dat doe ik. Ja, jongen. Wat is dat voor iets, joh? Ja, nee, maar breng je naar de bank of stop je het onder je matras? Of... Nee, breng het naar de bank. Ja? Ja? En dan kom je met zo'n zak geld aan bij de bank en dan zeggen ze, nou, meneer Boskamp. Ja, dankjewel, die tellen dat. Weer zo'n machientje.
Ja, dat klopt er dus. Ja, ja. Maar er zat één keer zat er één valse bij. Dat was niet te geloven. Eén valse? Ja, ik ben teruggegaan. Zeg, de man. Maar nou heb ik één vervelende vraag voor je. Als nu de Belgische Belastingdienst zit mee te kijken. Ik kijk hier niet. Nee, dat maakt niet uit, want ik kan me laten uitschrijven. Je denkt dat ik helemaal achterlijk ben. Nee, ja, ik vraag het even. Ik denk, ja, je weet het niet. Hey, maar ja, die hebben die gozer wat aangehaald. Ja, maar ik raak hem niet kwijt. Nee. Maar goed, het is inmiddels veilig op de bank, dus er hoeft niemand bij jou aan te bellen voor de week. Moment niet, nee. Maar het geeft wel, zoals ik zeg, zoals met Co ook, het geeft wat innerlijke rust, ja. Hè? Als je zo'n telmachientje gepasseerd bent. Het is, ik kan jou niet vertellen wat je krijgt daar. En dat is allemaal netto, dus. Ja, je kan het best vertellen, je bent er toch. Ja, netto, ik zeg het toch. Ja. Wil je nog meer weten? Nou ja, nu je er toch over bezig bent. Nee, dat is gewoon schitterend. Je gaat er naartoe. Nou, voor het voetbal ga je er niet naartoe. Want dat, Maradona wel. Maradona wat? Is voor het voetbal ja, naartoe. Ja, ballen. Ja. Je gaat er echt niet naartoe. Nou, je krijgt het en dan zeg je ja, dankjewel. Elke maand zeg je dankjewel. Maar ik denk... Salam alaikum, salam. Ja, dat is voor bidabel, jongen. Ik spreek die taal vloeiend. Maar ja. heb je al je poen ook gehad, Jan? Ja, alles. Tot de laatste cent? Alles. Als je twee glazen bier drinkt in Dubai en ze pakken je, dan zit je ook voor 6 maanden binnen. Dus dat is echt een landje waar je niks kan doen. Nee, was waar jij zat ook zo? Ja, maar... Ja, als je de Sjeikse vrouwen likkie geeft, dan hang je aan een draadje. Niet. Hè? Ja, hè? Lang je in de stad. Terwijl de Sjeik 20 vrouwen heeft. Op het Dorpsplein hang je dan. Ja, ik ben een keer daar geweest bij zo'n Sjeik. Er waren er 4 van zijn vrouwen. Allemaal in Zorro-kledij, weet je. Ja. Jij dacht dat je in een film was. Ja, ik dacht, wat is dat? Lekker, man. Maar ze moesten allemaal pleiten, hè, die vrouwen. Ja, maar je hebt een reputatie tenslotte. Je bent een klootzak, Johan, jongen. Dat werkt niet. Ze kennen Jokke Bruijs daar toch niet, of wel? Nou, dat sluit ik niet uit. Ik gooi je echt een keer een glas in je mouw, weet je. Ik ben heel verbaasd. Maar Menno, oh, dat is die gozer met die handdoek op zijn kop, dat is een sjeikje. Ah, dat is Farouk, ja. He? Oh, Farouk. Ah, wereldgozer. Ah, wereldgozer, ja. Ja. Maar die was hoeveel vrouwen had hij? Hij had er maar eentje, Farouk. Oh, wat een saaie man. Maar die vrouw, Farouk betaalde jou, was dat iemand anders? Farouk, of was het gewoon... Wie is het Farouk dan? Nee, ik ga het 1 keer per maand... Eerste 2 maanden ging het halen, Wilfried. Ja, dat heb je verteld. Maar de Farouk, die nam dat mee voor je dan? Of werd het gewoon ergens... Nee, daar ging je gewoon in de rij staan. Ik kreeg je geld. In de rij? Maar wie stond je in de rij dan? Met al die mensen die daar werkten bij Alwassel. Dus als jij stond voor me, moest ik al. Maar dan gingen een paar mensen met zo'n heel klein zakje weg... en jij ging met z'n Albert Heijntas. God, dat was werelds, joh. Hé? Dat was echt grote klas. Ja, dat weten wij inmiddels. Maar ja. Dan zou je er ook nog 1 miljoen voor vragen voor die Real Life Show. Dus dat wordt gewoon een woestijn, Jan, denk jij? Jij weet er alles van in die woestijn. In de woestijn kan je aardig centjes verdienen. Daar kan hij nog 2,5 miljoen ophalen, denk jij? Albert Heijn zakje mee. Legt al lang, denk ik wel meer ook, denk je. Ja? Daarbij, ja. Kijk, Dirk Kuyt, die is ouder dan hij. Maar de fitheid van Dirk Kuyt, dat heb ik veel meer vertrouwen in dan bij hem. Want hij is heel erg blessuregevoelig, hè? Ik las trouwens dat die Diba, die verdient er ook iets van 2,5 miljoen. Dat is niet te geloven. Die speelde een beetje bij NAC en die staat dan nu gewoon in die woestijn 2,5 miljoen of 3 miljoen per jaar. Dan had je jouw keeperscarrière maar wat serieuzer moeten nemen. Maar had je dat in Saudi gaat, dan kun je nog meer pakken. Want ja, dan kan je in principe niet leven daar. Hè? Maar ja. Nee. Ja, maar Jan, als je daar 2 jaar voor uittrekt, dan moet je dat op de koop toenemen. Dat heb jij toch ook gedaan? Nou, ik met die vuile zakken. Ik lag elke dag met mijn touw in een zonnetje. En elke maand ging ik. Dat was heerlijk, man. Ja. Wie je hem ook zag. Nee. Schaamde jij je wel eens? Helemaal niet. Geen meter. Nee, nooit een schaamte. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb 1 keer... Ja. De sfeertje heb ik met al die moderne slaven in de rij gestaan, weet je. Ja, en die kregen $200 per maand. En die werkten zich echt te pletten, die mensen. Een treinknecht en zo. Ja, gewoon. De gasten kleurden alles neer en die liepen erachteraan. En toen kwam jij. En toen kwam ik. Ja, toen kon je reiskoffer open. Ja. Zo, dat moet ik niet meer doen. En dan ben ik 1 keer geweest. Ja. Hij kon echt veel geld verdienen daar. En allemaal netto. Lekker man. Ja. Maar hoe kreeg jij dat geld uit dat land dan? Dat nam hij gewoon mee, heeft hij vorige keer toen verteld, toch? In een zak. Jawel, maar je moet toch aangeven bij de douane als je heel veel geld bij je hebt? Nou, ik ben 1 keer aangehouden, jongen. En... Dat is een vraag, maar die Sjeik al gezegd, je moet een papiertje meenemen, weet je, dat er van de bank gehaald had. Dus dan mocht je zo door naar huis. Valsheid en geschriften dus? Ja. Nee, je was officieel, jongens, ik nou weer te lullen, man, met valsheid en geschriften.
En, maar ik kwam niet zeggen dat ik van die meneer had daar, weet je wel. Er ging zo'n hele grote foto van die sheik. En ineens, hop, gelijk als een raket gingen die gasten staan. Maar, oh, wow, hallo, ja, maar ik heb het meer over de douane in Europa. Als die jouw koffer open doen en ze krijgen de indruk... Nee, je hebt bewijs van de bank. Ze hebben de eerste keer dat je daar stond, schijnen ze de... Hebben ze het opengemaakt en geteld? Maar ja, toen waren ze 2 weken bezig. Toen zei ze, laten we dat maar niet meer doen. Hoop ik. Lekker man. Als ik hier kwam, dan nam ik het mee. Maar normaal werd het gewoon overgeschreven. Goed, omdat ik in principe... Ik woonde niet in Nederland of in België. Ik woonde daar in... Officieel, je was ingezetene. Ja. Ja. Ben je ook het paspoort ook en zo daarvan? Ben je nu eigenlijk Arabier? Nee? Ik weet het niet. Had je ook een andere naam daar, Jan? Ja. Ja? Ja? Mohammed? Boskamp? Ja? Mo noemden ze me. Mo. Mootje. Ja. Hé, hey, Mo, hoe zit het? Ja. Ik was daar in Dubai. En toen zeggen ze van, nou, pak maar een verlof. Ik zeg, hoe pak maar een verlof? Dus ben ik ontslagen. Nee, pak maar een verlof. Dus je werd niet ontslagen, maar ze bleven gewoon je geld uitbetalen. Ja. Maar als je even zeg maar, naar huis ging, naar Europa, ja, had je zitten. Dat was klaar. Ja, dan zeg ik, hey, je moet wel weer beginnen. Nou, dan ben je je poen kwijt. Ja. Dus je bleef lekker zitten daar. Ja, natuurlijk was het mooi weer. Ja. Ja, pak er nog even die passeetjes mee. Ja, lijkt me ook. Je lag lekker op een bedje, gewoon een beetje in de zon. Lekker in het zonnetje zo. Heerlijk. Zwembroek. Wat foto's van? Zwembroekje. Ja, begin even weer. Rot na door een keer rot, Johanje. En je kon dat toch ook lekker zwemmen en zo? Dat nee, maar kijk, dus niet, kijk, als hij een bedje wees het 2 dagen... Had hij gezegd van, en 2 dagen later hadden ze die Argentijn al gepakt. Ja, die dus ik kan je nagaan hoe lang die al bezig zijn geweest. En die deed de Verenigde Arabische Emiraten al, begreep ik. Hè? Dus die liep, liep er al een beetje rond. Maar nu begrijp ik best, eerlijk gezegd, als je je kwalificeert, dan wil je je dus serieus voorbereiden. En Bert wilde alleen per wedstrijd even overkomen. Ja, het vuurwerk maar erbij, zo dan... ga je toch met het Nederlands elftal ook niet naar een WK. Dus met Saoedi-Arabië ook niet. Dus ik vind het heel normaal wat die mensen van de meisten. Ja, bij mij was hij vooral bang voor. Het is ook, Johan, die gasten sterven van het geld en hun wil is wet. Klaar. Ja, natuurlijk. Maar dat weet je toch? Zij bepalen. Kijk, als zo'n sheik zegt, kom op Bert en nu lopen we hand in hand naar buiten. Ja, ja. Nou, dan geef Bert hem een handje. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, maar normaal, kijk, ik ben er 1 keer geweest in de Saoedi en toen moest ik uitstappen. 30 kilometer voor die steen, weet je wel. Welke steen? Hoe heet dat de dorp? Mekka. Mekka, ja. Mekka. Ja, dit is schijnlijk een kebab naartoe te gaan van jaar. Maar toen ben je gelijk weer ingestapt. Ja. Weet je waarom? Het was Ramadan. Ja. Je had nog lekker vreten ergens, maar dat zat er niet in natuurlijk. Je mag een straal van 30 kilometer mag je niet in de buurt, als je geen moslim bent. Hè? Jij moest daar achterblijven? Nee, dat is een auto erachter. Dan moet ik helemaal dat klote en dom jij helemaal. Maar ik denk, Jan... Ik mocht niet langs die moskee rijden. Echt niet. Maar nee, maar ja, dat vind ik ook voor normaal. Voor een suikerfeest word jij toch gewoon moslim? Ja. Maar, nee, nou, als je gewoon naar de winkel ging en je wou zo'n boek pakken, je Koran pakken... Zo'n boek, Een Koranboek, hè, maar... En dan? Dat mocht niet. Waarom niet? Nee, dat je geen moslim bent. Mocht je dan de Koran niet lezen? Ja, ik kon het toch niet lezen. Nee, dus nee, maar ja, buiten dat. Nee, echt was... Wie is die vent met die bakkersmuts op daar? Ah, Farouk. Farouk? Maar ze hebben één ding, hebben ze wel... Je bent nooit daar gedegradeerd. Want dan gooien ze je van de flat, hè? Als ze Jan van de flat gooien... Er is een aardbeving daar, man! Ja, dat wou ik gisteren ook zeggen, smeren. Nee. Ja, jongen, rotterballen. Dan gooien ze dan van de garage af. Nog even Maurice Stijn, die is al heel snel terug bij Alwaarde. Is hij alweer ontslagen? Drie wedstrijden is al veel daar. Dat moet je incalculeren. Kijk, Maurice die kon naar PEC Zwolle en die had nog wel wat mogelijkheden. En dan longt het grote geld. Maar ik denk dat hij iets te vroeg in zijn carrière voor het grote geld gekozen heeft. Want dit is toch wel een smetje op je carrière. En je weet dat, als je daar 3 keer verliest, ze hebben daar geen geduld. Ja, 6 wedstrijden heeft hij uiteindelijk gekozen. Dan staat er weer een of andere Braziliaan op de stoep en die neemt het van je over. En ze hebben je paspoort ingenomen, je kunt geen kant op, je kunt nog geen grote bek hebben ook. Want dan krijg je paspoort niet terug, dan zit je daar 100 jaar. En je moet maar wachten tot je geld krijgt, dat kunnen ze ook een tijdje ophouden. Dat is natuurlijk de ruil die ze doen, de paspoort voor geld. Maar is dit het waard geweest, 6 wedstrijden? Ik bedoel, in de Champions League had hij gelijk gespeeld en verloren, is hij uitgeschakeld? Hij zei tegen mij dat hij de 3 beste spelers die waren verkocht. Want dat ploegje dat draaide niet, financieel. Dus die moesten eruit. Nou, en daarna kreeg hij niks terug.
Ja, en dan draai je ergens in de middenmoot. Volgens mij stond hij gewoon in de middenmoot. Ja. Maar dat werd gewoon niet geaccepteerd. Eén wedstrijdje won hij nog wel, van Streppel dan. Dus, maar daar is het wel bij gebleven. Maar ik denk omdat het ook zo snel is gegaan... dat het op zich niet uitmaakt voor zijn cv. En het is te hopen dat hij wat geld meekrijgt. Hij heeft een 2-jaar contract. Nou, je moet blij zijn als je geld tot en met december meekrijgt. Ja. Want anders, anders moet je daar blijven. Moet je daar nog 1,5 jaar gaan zitten. Jan is gewoon gebleven toen, hè? Ja. Die is op een bedje gaan liggen. Die heeft al die maanden op dat geld liggen wachten. Ja. Die denkt, ga je niet meer weg. Nee. En die ging steeds met die Albert Heijn tas ging die zijn salaris halen. Ja. En die zat in de All You Can Eat hotels. Ja. Die mensen hebben er dan spijt van gehad. Dat is lekker, man. Ja. Die hadden ze zo'n bandje gegeven. Ja, moest iets losgegaan daar. Ja, moest later operatief verwijderd worden, dat bandje. Maar, Jan heeft ze helemaal dood. Ja, kijk, los, daar zit hij weer. Ja. Je kan overal ter wereld beelden van Jan vinden dat hij zit te eten, hè? Dit was afgelopen zondag, was dit, hè? Links. Wat een pannetje mosselen. Ja, daar ligt hij weer, ja. Daar ligt hij, in Abu Dhabi. Ja. Nee, maar overal ter wereld hebben we beelden van hem dat hij zit te eten. Dat, man, gaat hartstikke goed met Jan.